De regering doet er alles aan dat de SLM op zijn vroegst 20 juli 2022 weer kan beginnen met het vervoeren van gestrande passagiers. Er worden maatregelen getroffen door een clusterteam van ministers en het crisisteam van SLM. Het clusterteam van de regering bestaat uit de ministers van Financiën en Planning, Bibis en NH. Deze kwestie geniet hoge prioriteit bij de regering. Het gaat om een groot aantal passagiers omdat het momenteel hoogseizoen is op de Mid-Atlantische route. Ook is de klacht vanuit de samenleving dat er op dit traject bij andere carriers veel betaald moet worden. Minister Jubitana zegt dat de komende week het clusterteam van ministers de samenleving gedetailleerde informatie zal geven. Wij willen de passagiers de zekerheid bieden, stelt de bewindsman.